Ook bij Google Afbeeldingen heb je heel wat mogelijkheden om geavanceerd te zoeken. Om naar Google Afbeeldingen te gaan, moet je eerst een zoekopdracht uitvoeren of je kan hier rechtsboven bij Google klikken op Afbeeldingen. Wil ik de zoekhulpmiddelen, moet ik sowieso een zoekopdracht doen. Stel dat ik afbeelding wil vinden van Brussel, ik typ Brussel in, ik heb afbeeldingen en dan kan ik op zoekhulpmiddelen klikken. De zoekhulpmiddelen zijn specifiek gericht op afbeeldingen. Ze verschillen dus van wat je hebt bij web of bij video's. Ik kan eerst en vooral de grootte van mijn foto aanpassen. Ja, als ik een A3 of een A2 affiche wil maken, dan ben ik niets met een fotootje van 20 op 20 pixels. Dan moet ik een grote foto hebben en dan kan ik hierdoor groter dan. Ja. Ik heb verschillende mogelijkheden. Ik kan bijvoorbeeld zeggen groter dan 1024x768. Je kan ook zeggen dat je een kleurfoto wil, een zwart-wit. Je kan ook een overheersende kleur kiezen, zoals bijvoorbeeld ik wil een foto waar vooral rood overheerst. En dan merk je, kom ik heel snel bij Studio Brussel en FM Brussel, omdat zij veel rood in hun logo hebben. Ik kan ook foto's met een transparante achtergrond. Opnieuw, dat is vooral voor logo's. Eventjes laten laden, dan ga je zien, dat zijn logo's. Als je die dan opent, dan merk je dat die een transparante achtergrond hebben. Ideaal om in een eigen affiche te gebruiken en eigenlijk meer voor creatieve mensen. Heel handig. Ik kan terug elke kleur pakken. Je kan ook zeggen van kijk, ik wil een foto waar vooral een gezicht kenbaar is. Ik kan ook kiezen voor foto's, maar ook voor cliparts, lijntekeningen. En zelfs animated GIFs. Dat zijn foto's waar een kleine animatie aan is toegevoegd. Ik ga opnieuw elk type nemen. Je kan ook kiezen wanneer de foto is opgeladen. Het is niet wanneer de foto is gemaakt. Je kan dus niet zeggen, geef mij een foto van 1910, want toen bestond het internet nog niet. Het is wanneer dat foto online is geplaatst. Heel handig is dat je ook kan filteren op gebruiksrechten. Gelabeld voor hergebruik inclusief aanpassing betekent dat je de foto ook elders mag gebruiken, bijvoorbeeld in een collage. Gelabeld voor hergebruik wil eigenlijk zeggen dat alleen de foto dat je er mag naar verwijzen. Als er staat niet commercieel, dan is het enkel voor niet-commerciële instellingen. Commerciële bedrijven kunnen daar dan geen gebruik van maken. Je kan hier bij meer hulpmiddelen ook meteen toevoegen dat je de formaten ziet. Dat is wel handig als je bepaalde foto's zoekt. Dus stel dat ik een collage wil maken over Brussel om op een groot formaat af te drukken, dan ga ik zeker minstens een afbeelding van 1024x768. En als ik ermee wil uitpakken, dan zou ik best kiezen voor gelabeld voor hergebruik inclusief aanpassing. Als ik een collage maak, dan is dat een aanpassing. En dan filter ik op foto's die ik mag gebruiken.